Hij zegt, ik bel de FBI. Ik bel de FBI. En hij krijgt snel de FBI. Juffrouw Washington DC. Hij maakt een financieel gebaar. Want time is money. En kijk, ze staan zo voor hem klaar. De FBI wordt afgekocht. Tot heel het land is afgezocht. Hij gaat door en hij zoekt, want succes is geboekt. Deze man vindt je ouders terug. Raar de normaal mens uitgeteld. Of afgeleid. Heeft hij zijn kennis en zijn geld. Het werkt altijd. Ja, met Oliver. Ja, ik heb 50 van je beste FBI-agenten nodig. Oh, een dag, een week, een maand, maakt niet uit, zolang als nodig is. Tja, natuurlijk worden alle onkosten vergoed. Dan zegt hij, morgenochtend, over een uur, is vroeg genoeg. Annie, ik heb dat medaillon nodig. Maar ik heb dat ja, al gezegd. Ja, ik weet het. Maar kijk, het is voor ons de beste aanwijzing, meisje. De FBI moet eerst uitmaken waar het verkocht werd en dan wie het gekocht heeft. Kom. Goed dan. Ja. Misschien hebben ze ook wat aan mijn briefje. Oh, reken maar, Annie. Binnen een paar dagen zie jij je ouders misschien alweer terug. Echt waar? Ik moet een brief schrijven aan de meisjes. Die wil zeker vast alles weten. Ook al raak ik je kwijt, ik help lieve meid, daarom ben ik je ouders terug. En meneer Warbeck zegt dat ik mijn ouders in een paar dagen weer zal zien. Dus schrijf ik nog.